Lekker klem gezet. We gaan een auto weg, die heeft net iemand ontvoerd. Ja, we moeten rekening houden dat er iemand achterin zit. En die heeft hier niks mee te maken. Even stoppen, dames. Hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP de Varemoor. Vandaag op pad met de T5. En we gaan meteen even met volle snelheid achter deze twee gekken aan. Die echt langs het politiebureau kwamen gescheurd. Daar word je niet goed van. Nu is deze T5 mokertje langs. Oh sorry, dikke. Het is dat we de bocht niet zo makkelijk kunnen gaan maken met een T5. Een bericht voor alle wagen. Anders hadden we die gepakt, maar dan pakken we nu gewoon deze. Oké, die gaat er vandoor. Staan blijven. Kom hier. Wow, hold up. Zo. LSP. Goed, je bent aangehouden. Ja. Race op de openbare weg. Artikel 5. Negeren stopteken. Je bent niet te antwoorden verplicht. Heb je recht op een advocaat. Eén collega vraagt om wat ik ga doen. Ik ga ondertussen even terugrijden naar het bureau. Ik had het trouwens ook al mee kunnen nemen. Maar dat maakt uit. En dan gaan we even een collega ophalen, want een T5 lijkt mij meer dat je die beter samen kunt rijden. En daarmee bedoel ik dan tot ik in ieder geval dat ik dan in ieder geval ook verdachten kan zo kijk die uitlaten joh hé. Dat ik de mensen verdachten ook kan meenemen. Hoi. Met jou moet ik praten. You scumbag! Het was een waarschuwing van jou. Alright. Het was niet de bedoeling dat ik jou staande zet hield. Takenwerk komt eraan, verdachte wordt opgepikt door transporteenheid, denk ik. Ik heb zo'n vermoeden dat dat niet gaat gebeuren. Dus dan neem ik er wel gewoon mee. Ja, dit is Wim natuurlijk. Jullie hebben Wim nu al een paar keer gezien nadat ik Kim heb geïntroduceerd. Maar godverdomme. Dit is eigenlijk de eerste video tot ik pas kan uitleggen hoe het nou precies zit. Omdat ik alles al had opgenomen nadat ik met Kim had gespeeld. En tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat in de reacties en op mijn Discord en overal echt mensen gewoon bijna aan het huilen waren van nee, Wim is weg. En allemaal foto's maken met dit was Wim zijn laatste dienst. Succes Wim, Wim heeft het goed gedaan. Maar Wim gaat niet weg. En ik ga zelfs Wim vaker gebruiken dan Kim. Tenzij jullie nou zeggen van nou ja, Kim is zo'n succes en bla bla bla. Wij willen Kim gewoon elke dag, of elke dag, om de dienst zien als het ware. Dus dan weer Kim, dan weer Wim, dan weer Kim, dan weer Wim en zo maar door. Dat hebben we echter nog niet gezien, maar goed, het kan natuurlijk wel. Wij gaan even binnen een collega ophalen. Dit zijn trouwens de nieuwe uniformen, die hebben jullie denk ik ook nog niet uitgebreid gezien. Ik moet alleen nog, ik heb ze niet gemaakt hoor, maar ik ga ze wel denk ik wat zwarter maken. Kijk maar eens naar het verschil, dat is gewoon knalblauw en mooi zwart. Dus dat gaan we even doen, dat is denk ik zo gebeurd. Maar in ieder geval, ik ga mijn collega even ophalen. Oké, mijn collega opgehaald, meteen een prio 1 melding. Waarom kan die mens op hier? Prio 1... Nee, ik ga er niet achterin. Oh, ik heb niet aangenomen. Oké. Okay. Hier ga je zitten. Rijdt u alstublieft prio 2. Nou, gaan we daar even kijken. Die is namelijk om de hoek. Geen kenteken voor, dat is al een straf of feit. Zeer langzaam rijden.
Mijn vrouw is, ja, er zit een vrouw in. Een snelle auto, misschien is ze wat bang om deze auto te besturen. Dat kan natuurlijk. En ze rijden rood, oké. Okay. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan naar 20 km per uur. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 6, echo, kilo, 7, 2. Stop voor sedan. Oké, okay, achtervolging en hier een stopteken. Verder verdomme, we gaan naar een stopteken. Lekker klem gezet. Uitstappen. Kom op, uitstappen. Ja? Staan blijven, kom op hé. Hey. Hey. Hier komen. ID. Rijbewijs. Kom. Meelopen. OC 1201, een verdachte aangehouden na klemrijden voertuig. Schade lijkt mij te vallen. Ja, schade valt mij. Oké. You're an asshole. Doe je aan naar de pet daar, de pet. Je bent aangehouden, negeer een stopteken. Ik ben niet onverplicht in mijn recht op een advocaat. Oh kut, dat is fouilleren. Wat is aanhouden dan? Dan moet je inhouden natuurlijk. Nou, ben je ook meteen aan fouilleren. Oké, verboden wapenzit komt er gewoon bij. Oh, arrest pet, stop dat. You're under arrest, you piece. Ik moet even erin komen met dat, weet dat, gebeuren. Weet je nou ook alweer, joh. Een bericht voor alle wagen. What the fuck? Staan blijven, kom op, hé. Er zijn geen eenheden meer nodig. Het zit weggegaan, hè? Dus even een takenwagen laten komen. Ja. Disturbance in Vinewood Hill. Units respond code 2. Ja, en daar zijn we weer. Verdachte is inmiddels ik heb dat doodgeschoten. Het crashte, of het was een beetje raar. Ze wilden steeds wegrennen. Ondertussen trouwens onderweg naar een melding overlast. Een mogelijke overlast. Ze wilden steeds wegrennen en het was heel raar, want ik kon er ook niet in de voertuig zetten zoals de eerste verdachte. Het maakt even niks uit. Hoi, ik kom wel van links, maar ik pak even voor. Dus dat is eindelijk even wennen. Dat is dat grab the pad had ik geloofd. Nee, hoe heet het ook weer? Stop the pad. Even nadenken. Dat heb ik van iemand gekregen, of ja, gekregen, hij stelde het voor. En dat is op zich wel handig, maar ik moet het gewoon even uitvogelen. We gaan eens kijken wat we aantreffen, want geluidsoverlast kan op zich het niet echt een probleem zijn. Even luisteren. Is hier het probleem? Ik weet niet. We zitten alleen vast.
hier komt de melding waarschijnlijk vandaan. Dat is verhoord. Maar het lijkt op een nepmelding te gaan. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 2, 4, uniform, QBAC, uniform, 0, 6, 0. Ja, het voertuig staat op de naam van Jess Freeman. Die heeft een ingevorderd rijbewijs, maar dat maakt niet uit, want ze reed niet. Nu moet ik even hier weg zien te komen. En dat moet ik maar schuin doen dan. Oei. Ja, de melding is loos. Een prank call. Nu zal dat niet hier op het adres zijn prank gebeld, zeg maar. Dus we gaan dan niet de personen natrekken of zij toevallig gebeld hebben. Want dat zal wel heel raar zijn als je naar je eigen huis gaat bellen tot daar overlast is. Dan pak je alleen maar jezelf mee. Ja, dus we gaan door. Geet u alstublieft, Rio 2. Voor de mensen die al opviel, goed opgevallen. Mij viel ook op. Die heeft sowieso geen kenteken voor. En ik heb ook het gevoel dat hij niks achter heeft. Maar het kan ook zijn omdat ze wit zijn. Kijk eens, zie je nu een kenteken? Zie je nu een kenteken? Ah, daar. Ah, ik was hoger aan het kijken. Best onlogisch. Zo. Die heeft en geen kenteken en die doet absurd rijden. Dus die gaan we aan de kant zetten. De andere laten we er even bij. Ja, dus je even zoeken naar een plekje natuurlijk. Laten we hem even volgen. Kijk eens hier, dit lijkt me een mooi plekje. De collega moet natuurlijk ook nog kunnen uitstappen. Zeg de volging. Voer de gaten vandoor. Zit je? Uitstappen, kom op. Niet zo raar doen, vriend. Stoppen. Hey. Staan blijven. Ik probeerde weer even stap te pet, maar dat werkte niet echt. Zo. Lekker gewerkt, Pik. Collega's hebben hem. Van de Kamar, ook al zaten ze in een B-klasse politie. Maar dat krijg je hier nou eenmaal. Hallo. Ah, oh, wacht. Ja, verdachte aangehouden en wij kunnen weer met vervolg. De vrachtwagen verliest wel een heleboel vanuit zijn bak. En dat is natuurlijk niet toegestaan. En ik denk dat we hem daarom ook aan de kant gaan zetten. Voor het verliezen van lading. Ik weet alleen niet wat er allemaal op staat. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Nou, daar gaan we in. Gaan we op, blauwe. Sirene aan bedoel ik. Er gaat een auto weg, die heeft net iemand ontvoerd. Gekidnapt, waarschijnlijk gewoon
vastgepakt op straat, in zijn voertuig getrokken en vertrokken. We gaan hier al rechtsop. Oh, sorry. Oké. Is geloof ik zo'n ik geloof dat het zo'n, hoe heet dat ding is, zo'n smart. Een panto. Zou in ieder geval een heel klein dingetje wegvliegen. Ah nee, dat is geen panto. Maar gaat oprecht wel vandoor. Hij gaat er vandoor, maar het wordt niet... Oké, nu wordt aangegeven als een achtervolging. Iemand zijn bumper ligt hier, en dat is de zijne. Heb ik je nog aan... collega, stop in. Ben je dood? Nee, stop, godver... Ik ga rijden, vriend. Je zoekt het je maar uit, je bewaakt die bumper maar. Ja, we moeten rekenen houden dat er iemand achterin zit. En die heeft hier niks mee te maken. Dus... Nee. Oké, handig collega's. Deze melding is ten einde. Goed werk. Ik ben geraakt, maar waar? Ja, ik ben goed geraakt. Wapens bergen, alles veilig. Mijn vrouw kan niet zo verder rijden, maar gaat het toch gewoon doen, merk ik al. Ja, ik krijg mijn vuurwapen weer niet te pakken. Nou, dat is best normaal. Als je iets te snel gaat, dan doet hij niks. Snap je? Anyways, ja, verdachte aangehouden. En of je aangehouden en neergeschoten. Dodelijk vuur is toegepast. Mooi hoor. Hoi. Even foto's maken. Kting, kting. 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 Prio 2 naar een melding vandalisme. Rechtsvrij. We maken nu gebruik van onze vrijstelling. Oh, maar ik ben mijn collega vergeten. Fuck hem. Vandalisme kun je op heterdaad betrappen. Op dit moment wordt er dus iets... Dat schat ik een beetje verkeerd in. Iets kapot gemaakt.
Dat kan zijn met graffiti of graffiti. Nou, graffiti is dus al niet heet, maar heel veel mensen noemen het graffiti. Ik weet daar niet hoe ik het noem. Ik zeg het woord niet zo vaak. Graffiti. Graffiti is natuurlijk zwaartekracht. Ja, het kan ook gewoon zijn dat ze erop in zijn aan het beuken op een voertuig. Ik heb daadwerkelijk geen idee. Wat ik wel weet is dat we daar op af gaan en ik even niet op de weg was aan het letten. En waarom stop je hier nou, vriend? Die rijdt ook gewoon door, die denk ik ook later maar zitten. Hij heeft een melding, daar moet hij heen. Ik kan toch geen schadeformulier invullen. Zo, het scheelt ook lekker weinig. Aan. Even stoppen, dames. Hey, even kappen, wat is er aan de hand? Wat zijn we aan het doen met de breekijzer? Lijkt niet dat ze echt iets op mij hebben gemunt. Ik denk dat ik gewoon met ze kan praten. Nee, ik moet met haar praten. Oh, shit, de politie. Waarom staat hier dat voertuig? Nou, het staat op een niet-parkeerzone. Ja, dat zie ik inderdaad. Maar het is niet de reden om dit voertuig kapot te maken. Vandalisme is een misdrijf. Oh ja, is dat zo? Zegt zij. Ik zo, ja, zeker is het zo. Waarom denk je dat ik hier ben? Oh. Stoppen. Jij, hier blijven staan. Nee. Zegt van het voet. Kom op, stoppen. Rijd alsjeblieft prio 1. Stop, police! De andere mevrouw is verstandiger. Zij gaat namelijk blijft gewoon op de plek staan. Ze snapt het ook wel. Wow. Collega's, jullie moeten hier zijn, zeg maar. Oké, ik ga in ieder geval sowieso een bekeuring ook opschrijven voor het voertuig. Het is inderdaad asociaal en... nee, ik wil je niet in deze auto zetten. Het is niet de bedoeling inderdaad. Mag even op knieën gaan zitten. Collega, hoi. Hey, is dat hem? Ja, dat is mijn collega. Is hier naartoe gekomen hier. Hoi. Ah, je bent uit hier, mevrouw. Je bent verstandiger. Verzet bij arrestatie komt daar dus niet bij. Goed. Nou goed. Ik ben in ieder geval aangehouden voor vandalisme. Ik ben niet te onverplicht. Verplicht. Mijn rechter en advocaat. Laat het je hand op je rug duwt en omdraait. Ik ga u meenemen naar het politiebureau samen met uw vriendin. Daar zal u worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Kan tot 6 uur duren totdat hij komt. 6 uurtjes duren totdat hij komt. In de tussentijd wordt hij in ophoudcel geplaatst. U kunt heeft recht op een advocaat. U niet veroorloven krijgt een officieel openbaar ministerie toegewezen. Zo, goeiedag. Mag ik even opstaan? Ook voor u. Ik ga u meenemen. Ik ben niet te antwoord verplicht om recht op een advocaat. Ik kan niet veroorloven krijgen dat toegewezen van het openbaar ministerie. U wordt naar het politiebureau gebracht, daar gaat hij in ophoudcel worden geplaatst. Oké, dat gaat geloof ik niet samen. We kunnen er maar eentje vervoeren, denk ik. En dan zal de hulpofficier van justitie komen. En dat kan tot 6 uurtjes lang duren totdat hij komt. Ik weet niet meer wat ik nou wel en niet heb gezegd. Make close the door or leave it open. Kan ik jou daar nog een bij zetten? Nou, ik kan alleen aanvragen om eruit te...
Oké, goed, dan ga ik voor u een transport regelen, die gaat zo komen. Ik ga nog even hier blijven staan. What? Really? Schrijven we nou even de gegevens van de voertuig op. Die gaan bekeuring krijgen voor niet parkeren op het daarvoor aangegeven parkeren. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4, 1, Uniform India, Mai 2, 8, 5. Gaat hij me even staan, ik ga hem nu laten wegslepen en zo. Maar die bekeuring wordt in ieder geval binnen, dat wordt in ieder geval geregeld. Het transportje voor deze mevrouw gaan wij doen. Ander transportje is inmiddels ter plaatse. Fictief. Ik ga, als ik nu op 8 druk, dan doe ik deze mevrouw namelijk ook weer mee laten nemen. Dus dat willen we even niet. Dus daarom neem ik alleen deze mevrouw mee. En de andere mevrouw gaat dan met een fictief transportje mee die zojuist ter plaatse is gekomen. Ik ga je in een cel plaatsen. Vervolgens ga ik je boeien afdoen. En dan is het klaar. We gaan meteen de eerste beste pakken. Deurtje dicht. Deurtje gaat dicht. Oké, mensen, ik heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat dat is. Ik geloof een dienstje met de ambulance tijdens een roleplay video. Maar misschien was die 2 dagen terug al geweest. Tijdens een roleplay surveillance een dienstje mee met de ambulance. Dat kan de video zijn. Maar misschien denken jullie nu van, die hebben we 2 dagen geleden al gezien. Het zou zomaar kunnen, ik weet het even niet. Ik zou in ieder geval zeggen, tot dan.